Een team van de politie patrouilleert op het kerkhof van Eikenvelde in Geel. En dat zal de komende weken wel vaker gebeuren. In de aanloop naar Allerheiligen gaan de agenten samen met de gemeenschapswachten extra toezicht houden om diefstallen op de begraafplaatsen te voorkomen. Voor de politie van Geel houdt dat in dat dat op de dienstbulletins wordt gezet en dat die tijdens hun rondes dus extra worden gevraagd om eens langs te gaan over de kerkhof. Maar voor de preventiedienst van de stad Geel, voor de gemeenschapswachten, betekent dat dat zij specifiek extra worden ingezet op de kerkhof van Geel. Dieven hebben het meestal gemunt op beelden, vazen en andere voorwerpen die uit koper zijn gemaakt. Op de zwarte markt krijgen ze daarvoor al snel 5 euro per kilo. Maar behalve de echte waarde is zo'n diefstal voor de nabestaanden vooral emotioneel moeilijk te verwerken. De politie raadt daarom aan om alles van een merkteken te voorzien. Ja, in ideaal geval kunnen we de voorwerpen merken zodanig dat ze uniek worden. Maar wat zeker altijd kan, is dan een foto van nemen en die te bewaren. En moest er dan iets gebeuren, dan hebben wij nog altijd een foto waar we op kunnen terugvallen. Want wij vinden soms wel voorwerpen terug, maar we weten niet van welke graven dat die terugkomen. Ook inbraken in wagens is een veel voorkomend fenomeen in de aanloop naar en ook op Allerheiligen en Allerzielen. Terwijl nabestaande graven aan het proper maken zijn of bloemen neerleggen, slaan dieven hun slag op de parking. Wij gaan toezicht houden op de parkings, maar wij raden ook de mensen aan om zeker geen waardevolle voorwerpen in het zicht te laten liggen. In ieder geval neemt je ze gewoon niet mee als je naar het kerkhof komt. Maar als je ze bij hebt, van ze toch uit het zicht te leggen, zodanig dat er ook geen aantrekking is voor de dieven. Wie verdachte bewegingen op of rond het kerkhof ziet, wordt ook gevraagd om dat meteen te melden aan de politie.